Museum en Sterrenwacht Sonneborg in Utrecht viert de 97e verjaardag van Kees de Jager. Maar wie is deze bijzondere Utrechter? Ik ben blij dat u met zulke grote getalen bent gekomen. We vieren hier de verjaardag van Kees. De reactie op de uitnodiging is ook overweldigend geweest. En tegelijkertijd hebben wij tal van reacties van mensen. Allemaal tekenen van sympathie en warmte zijn. En ik denk dat dat ook de reden is dat we hier allemaal zijn. Kees is op drie manieren heel bijzonder. De eerste is als wetenschapper. Hij heeft alle prijzen die je op dat terrein, zoals de medal van de British Royal Academy, gekregen. De tweede is dat het een enorm organisator is gebleken te zijn van de wetenschap, ook internationaal. En ten derde is het een uiterst beminnelijk mens die heel veel studenten heeft opgeleid en geenthousiasmeerd voor de wetenschap, maar dat heeft hij ook voor het grote publiek gedaan. Hij treedt nog altijd op met lezingen en hij weet mensen enorm te inspireren voor wetenschap, met name sterrenkunde. Hij heeft zijn onderzoek vooral gericht op de zon en alles wat daarmee samenhing. We staan hier bij de Utrechtse zonneopstelling, de zonnespectrograaf. Boven op het dak van deze sterrenwacht staan spiegels, die vangen het licht van de zon op. Dat valt hier op die spleet. Door die spleet valt het 4 meter hieronder op een zogenaamd tralie, buigingsrooster. Dat is een stuk glas met hele fijne groefjes erin, 1200 per millimeter, heel fijn, die het licht in een kleurenband uittrekken, in een spectrum uittrekken. En dat deel van het spectrum kunnen we dan hier vandaan bekijken door een loepje wat zich hier bevindt. Een bevlogen wetenschapper die zijn hele leven doorbracht met het doseren van sterrenkunde en het bestuderen van de sterren. Dat was zijn liefde en dat straalt van hem af. En zo gaf hij ook les. Sterrenkunde was voor mij heel interessant, een boeiend vak die hier door de sterrenkundigen zoals Kees de Jager en diverse anderen werd gedoseerd. Hij heeft natuurlijk enorm veel gedaan. Een van de leidende mensen in de sterratmosfeer, fysica. Spectroscopie van de zon en van sterren. De ster is een groot laboratorium waar alle natuurkunde in plaats vindt. De mechanische eigenschappen, de optische eigenschappen van een ster, de reacties die in zo'n ster plaatsvinden, de zonnevlammen, alles komt samen voort in zo'n ster en daar komt de sterrenkundige prachtig over vertellen. Hij heeft ook aan de wieg gestaan van het Nederlands ruimteonderzoek. We praten dan over eind jaren 50. Toen de eerste satellieten de lucht in gingen, zag hij direct daar de mogelijkheden in voor de wetenschap. En hij richtte onder andere de kunstmaandienst op in Nederland om dat onderzoek te stimuleren. Hij is een van de grondleggers van het ruimteonderzoek in Nederland. In de tijd gaven de Amerikanen te kennen dat ze bereid waren een Nederlandse satelliet te lanceren. En de gedachte was dan, is er iemand in Nederland die weet wat je met een satelliet kunt doen? En een van de zeer weinige mensen die dat wist was Kees. Ja, hij is dus groot pionier, niet alleen van het Nederlandse ruimteonderzoek, maar ook van het Europese ruimteonderzoek. En hij is voorzitter geweest vele jaren van de Wereldruimteonderzoekorganisatie. Dus hij werd ook internationaal aan alle kanten enorm gewaardeerd. De Russen en de Amerikanen konden het niet eens worden. Wie moet je nou als voorzitter van zo'n grote internationale organisatie op gebied van ruimteonderzoek, de wereldorganisatie? Nou, Kees, die was acceptabel voor zowel de Amerikanen als de Russen, ook omdat hij een groot diplomaat is. Dus hij heeft heel veel kwaliteiten. Kees wist wel 5 dingen die je met de satelliet kon doen. En een daarvan is ook onmiddellijk uitgevoerd. Dat is de astronomische Nederlandse satelliet. En die heeft eigenlijk Nederland op de kaart gezet wat ruimteonderzoek betreft. Wat ik in Kees zo enorm waardeer is zijn enthousiasme en zijn ontzettend positieve instelling ten opzichte van mensen. En dat hij ook geen enkel probleem heeft met kritiek. Want in 1959 volgde ik een college bij hem en ergens zat er een foutje. En ik vond dat foutje en ik zei, ja, wat moet ik nou aan die professor zeggen? Ik vertelde, oh ja, je hebt helemaal gelijk, oh, dat was inderdaad fout. Dus geen enkel probleem als je ook zei, ja, iedereen maakt wel eens een keer een foutje. En dat heeft hem ook enorm veel internationale waardering opgeleverd. Vanuit alle landen heeft hij
eredoctoraten, prijzen op het terrein van sterrenkunde en natuurkunde. Uit zijn initiatieven is ook voortgekomen de Stichting Ruimteonderzoek Nederland. Dat bestaat nog steeds, is heel bekend, internationaal ook. Dus dat zijn een paar dingen die hij heeft nagelaten. Hij blijft daarentegen toch altijd gewoon zichzelf. Dat is wel heel erg aangenaam. Hij is buitengemeen beminnelijk, wel scherp in de discussie. Maar altijd vol oor naar wat andere mensen te vragen hebben en te vertellen. Ik heb hier vanaf 2002 op de Sterrenwacht gewerkt toen het al een publiek sterrenwacht was, een museum. En die tijd was Kees de Jager was de bestuursvoorzitter. En in die hoedanigheid heb ik ook veel met hem samengewerkt. En dat is een hele plezierige samenwerking, omdat Kees een ongelooflijk aardig mens is. Dat straalt hij op alle mogelijke manieren uit. En dat merk je ook volledig in de samenwerking met Kees. Kees is leven lang verbonden geweest met Sonneborg en omgekeerd. Hij heeft hier gestudeerd. Dat begon al voor de oorlog, voor de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft hier ondergedoken gezeten en heeft hier daarna altijd gewerkt. Hij heeft hier hoogleraar geweest tot 1986, toen hij met emeritaat ging. En Sonneborg zou niet Sonneborg zijn zonder zijn enorme inspanningen. En ja, ook zijn inspiratie die hij in de loop van de decennia hier heeft achtergelaten. En hij heeft ook min of meer aan de wieg gestaan van het huidige Sonneborg, de publieksterrenwacht, het museum wat wij zijn. En ja, de verbintenis, hij komt regelmatig langs, is zo groot dat er geen twijfel over was dat we deze bijzondere verjaardag ook hier gingen vieren. Professor de Jager, wij zijn hier op uw 97e verjaardagsfeest. Dat wordt gegeven door de directie van Sonneborg. U heeft hier heel lang gezeten en gewerkt. Wat vindt u van deze bijeenkomst? Het is een grandioze bijeenkomst. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb er tegen opgezien. Ik denk, wie komt er nou en wat moet ik doen en wat moet ik zeggen en wat zullen zij zeggen? En wat komt er? 80 man, vrienden en collega's uit van kort geleden, van lang geleden, van heel lang geleden. Mensen die ik 30, 40, 50 jaar geleden voor het laatst gezien had. En zoveel vriendschap. Zoveel aantrekkelijke, leuke, aardige mensen die hele leuke dingen tegen me zeiden. Niet verdiend, veel te aardig. Ik vond het een geweldige dag. Hoe lang wilt u nog doorgaan? Ja, nou ik ben nu op een paar dagen 97. Nou, laat ik nog maar een jaar of 10 doorgaan. Dan bent u 107 inmiddels. Misschien, ja. Ik hoop het.